Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Moet ik nog zeggen welke dag het is? Jullie weten het toch wel, hè? Het is dag 28 van Vlogmas. We zitten in de kerstvakantie, de kerstweek, winter. Je zou eigenlijk gewoon een lekker pak sneeuw verwachten, maar helaas, het zit niet mee. De zon schijnt, nou ja, het is soms een beetje herfstig weer. Raar weer in ieder geval. En dan komt die gekke stripvlogger aan met mooie zomers. Ja, een strip die normaal gesproken in de zomertijd uitkomt. Een strip waar je zo'n heerlijk vakantiegevoel van krijgt. En ja, toen ze aankondigden dat er in december een nieuw album uit zou komen. En alles wat ze lieten zien, dat zag er een beetje winters uit. Toen had ik al zoiets van, ja, wat doen ze nou, hè? Want ja, dat past niet in mijn idee. Een reeks die mooie zomers heet, om die in de winter uit te brengen. Maar goed, ze hebben het gedaan. En hij is er. Dan de titel eventjes. Dit nummer van The Clash komt ook uit 1979. En dat is de periode waarin dit verhaal zich afspeelt. Dat vind ik nog steeds het bijzondere aan deze reeks. Het is niet mooi chronologisch. Nee hoor, ze gooien dan dat jaar, dan dat jaar. En het bijzondere is even dat het vorige album, deel 4, die speelde zich af in 1980. En nu gaan we eigenlijk een jaartje terug naar datgene wat daarvoor gebeurde. En sterker nog, naar de winter van 1979. Er zit er nog een hele belangrijke muzikale referentie in. Maar eerst om even te laten zien hoe het weer er in ieder geval toen bij de familie Valdero uitzag. Ja, je ziet een kerstboom, maar je ziet inderdaad ook geen sneeuw dus. En ja, 1979, dan zou ik toch nog wel een witte kerst verwachten. Maar blijkbaar is dat niet het geval. Toch zijn alle kerstvoorbereidingen wel in volle gang. Natuurlijk ook bij de familie Valdero. Die hebben allebei hun eigen problemen. Kijk, in deel 4, daar was de vader. Die had zijn eigen stripreeks. En het kostte hem zoveel tijd dat hij pas later op vakantie kon gaan. Terwijl de rest van het gezin al weg was. In dit album, daar gaan ze in op hoe dat gekomen is. Want in de voorgaande verhalen hebben we al gezien dat hij assistent was van een striptekenaar. Nogal veel eisende striptekenaar. Daar voelde hij zich helemaal niet happy bij. Nou, hierin maakt hij een hele belangrijke keus die, nou ja, gevolgen gaat hebben voor zijn toekomst. Maar niet alleen hij, ook zijn vrouw, die maakt ook een hele belangrijke keus. Zij werkt in een schoenenwinkel en zij heeft geen erg leuke bazin. Ik ga bijna een klein beetje denken aan Scrooge. Want in het begin dan komt er in één keer een bericht dat haar man naar het ziekenhuis is. Nou ja, goed, waarom hij naar het ziekenhuis is, dat weten wij als lezer wel. Maar dat weet zij niet. Zij denkt dat er iets ernstigs aan de hand is. Dus vandaar komt zij aanrennen. En zij mag dan wel naar het ziekenhuis gaan, maar er wordt dan wel meteen even gezegd van, hé, die tijd die gaat dan van je loon af. Nou, dat is een leuke baas heb je dan. Dus daarnaast, en dat is dan even de andere muzikale link die erin zit, dat is eventjes de zoon Louis. Die kondigt aan dat hij kaartjes heeft voor Pink Floyd, voor The Wall. En hij heeft daarvoor gespaard, hij heeft klusjes gedaan, hij heeft honden uitgelaten van iemand wat hij eigenlijk helemaal niet leuk vond. Maar hij heeft daarmee het geld gespaard, niet alleen voor dat concert, maar ook de reis daarnaartoe. Want hij weet, zijn ouders die hebben het niet zo breed, dus hij had zoiets van, weet je, ik regel dat helemaal zelf. Nou, dat is heel erg mooi. Alleen toch komt er een moment dat ze het eigenlijk allemaal gewoon zat zijn. Ze zijn het sombere weer zat. En ze hebben echt zoiets van, wij willen op vakantie. Wij willen naar de zon. Nou, dan past het thema mooie zomers wel weer. Want dan krijg je toch weer het idee van, oké, ze gaan naar de zon toe. En je krijgt weer de geëikte, dat zit er wel elke keer in de discussie in de auto. Waar gaan we naartoe? Ja, natuurlijk naar de zon. Alleen, ze willen als familie gaan. Ja, en dat is erg lastig. Want dan moeten ze dus zoon Louis enorm gaan teleurstellen. En tegen hem gaan zeggen, joh, leuk dat je gespaard hebt. Leuk dat je kaartje voor Pink Floyd hebt gekocht. Pink Floyd komt vast nog wel een andere keer. Je gaat met ons mee. Want hij is natuurlijk nog op een leeftijd dat hij nog gewoon naar zijn ouders moet luisteren. Dus, ja, waar zit je dan mee? Nou, en dat loopt niet helemaal zoals verwacht. En dat zorgt ervoor dat deze vakantie totaal anders is dan de voorgaande jaren. Elke vakantie heeft zo zijn troubles, maar ja, deze is toch wel, dit is toch een heel ander verhaal. Hier zit veel meer drama in, nog meer emotie in. En het leuke is, ik heb
Zeker naar aanleiding van het laatste deel heb ik toch wel wat kritiek gehoord op het feit van ja, het is wel heel erg lief en het gaat wel heel erg makkelijk allemaal. En ja, ik heb het idee dat ze toch wel een beetje geluisterd hebben naar die kritiek. Want dit is echt een heel ander verhaal dan de voorgaande verhalen. Wat dat betreft moet ik zeggen, ik heb hier ontzettend van genoten. Dus nou ja, zeker een hele interessante vakantie. Er zitten heel veel dingen in die je herkent van de vorige vakanties. Maar er zitten ook heel veel andere zaken in die niet gaan zoals de familie dat graag had gewild. Goed. Ondanks dus het feit dat we in de winter zitten, is dit nog steeds wel een absolute aanrader. Ik blijf het een fantastische reeks vinden. En dit album is zeker bij mij in de goede smaak gevallen. Want ja, ze hebben gewoon weer een tof verhaal bedacht. Zidru en Jordi Lafèbre, de makers van deze reeks. Dus vandaar dat ik deze met jullie wilde delen in Vlogmas. Mooie zomers, London Calling. Bedankt voor het kijken en tot morgen.